Dag lieve kijkers, ik ben net terug van het centrum, gigantisch druk, natuurlijk een paar dagen voor kerstavond, je weet wel hoe dat werkt. En dan is het druk, uitverkoop, leegverkoop, noem maar op. Nou, ik moest mezelf inhouden om niet dingen te kopen die in de uitverkoop zijn, omdat ze in de uitverkoop zijn. Dus dat heb ik net nog kunnen doen. Nou, we gaan beginnen. Van de Marskramer heb ik hele leuke kerstverlichting gekocht. Multicolor. Nou, het is voor binnenshuis. Ik gebruik deze echt niet voor kerst, zeg maar. Maar voor versiering, voor de achtergrond, voor mijn video's. Of hartstikke leuk op de, langs de kasten heen. Noem maar op. Nou, deze is €6,99. Maar daar heb ik niet voor betaald. Het is afgeprijsd. Alle kerstverlichting 30% plus 50%, dus 80% korting op deze lampen. Nou, prachtig. Prima. Daarna heel iets anders. Van de Zeeman heb ik een hele mooie sjaal gekocht voor €6,99. Lekker warm. Nou, die heb ik speciaal gekocht voor ja, avond, zeg maar, oudejaarsavond. Want dan ga ik iets heel leuks en speciaals doen. Nou, daarna heb ik van de Action een euro, denk ik, reinigende poriestrips. Ik vind het heel goed werken. Eén keer per week doe ik dat. Ik vind het geweldig. Goed, even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, van de HEMA heb ik bekeken eyeshadow brush large gekocht. Kijk of die hem pakt. Nee, hij pakt hem heel even niet. Maar deze is dus voor de oogschaduw. Het is een grote kwast. En nou ja, ik vind hem wel handig als ik hem... Ah, hier. Hij pakt hem weer. Eyeshadow brush large 1-0. Dat was hem dus. Prima. En daarna heb ik nog meer van de HEMA. Heb ik Satin Blush Powder gekocht. Even kijken. Vampy Smoke. Nou, die koop ik altijd als blush. Want die vind ik bij mijn huidskleur passen. Dus nou ja, heb ik lekker ook gekocht. En daarna heb ik voor de feestdagen heb ik highlighting powder, maar ook gewoon voor normale dagen. Hij zit vast, maar ik heb hem getest. Hij is hartstikke leuk. Highlight net boven je jukbeenderen. Nou, 4 euro'tjes vind ik wel betaalbaar. De blush is trouwens ook 4 euro'tjes deze. En wat heb ik nog meer? Even kijken. Van de natuurwinkel. Heb ik, even kijken, Natural Active African Aloe. Nou, is dag- en nachtcreme, is puur natuur. Hè, het is, ja, ik vind het geweldig dat het dag en nacht is. Ik vind het makkelijker. Nou, er zit heerlijk aloe vera in. Vitamine E, antioxidant, shea butter. Nou, geweldig. Die, ja, daar heb ik wel zin in. Het is een nieuwe creme. Goed, nou, voor de katjes heb ik gekocht een cat toy van de Action. Nou, die vond ik heel erg leuk, 60 cent denk ik. Nou, dit is gewoon leuk om met ons nieuwe poesje te spelen. Nou ja, nieuwe poesje, we hebben haar nu al 3 maanden. Goed, daarna heb ik van de Action, heb ik even kijken, een planner gekocht. 2018, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik ga ze weggeven. Eentje hou ik, denk ik. En eentje geef ik cadeau. Nou, ik vind ze echt hartstikke leuk. Even uitpakken. Kijk hoor. Ja, ik vind ze heel leuk voor een prikkie. Ja, dat moet je echt niet laten liggen. Er waren ook nog 2, dus ik dacht die 2 zijn van mij. Nou, leuk die bloemetjes. Ik ben dol op bloemenfiguren. Maakt me altijd wel blij. Nou, dit vind ik ook hartstikke leuk. Prachtig. Daisies.
En zonnebloem, ja, tof hoor. Nou, heb je verschillende talen. Vrijdag, Vendredi, vrijdag. Ja, top. Lekker even mijn week plannen. Daarna heb ik even kijken. Ja, dit zijn allemaal huishoudingen. Nou, deze heb ik even kijken. Deze is van, denk ik, van de Hema, ja. Het zijn microfiber doekjes. Het zijn er 3 voor €1. Nou, hartstikke goed om, ja, zeg maar voor de keuken als vaatdoek of afstoffen. Goed, daarna heb ik van de Action een halogeenlamp. Die is voor de hal van ons, 28 watt. Ik hou wel van warme kleuren. Ik hou niet van felle kleuren. Het is ook niet zo goed te fel. Ik hou echt van warme kleuren. En het is ook heel therapeutisch als je warme kleuren in huis hebt. Prima. Goed, wat heb ik nog meer? Nou, van de natuurwinkel heb ik natuurlijk mijn vertrouwde groentebouillon. Vegan. Dit is gewoon onmisbaar in de keuken. Dus ik dacht, die moet ik ook nog even halen voor mijn gerechten. Goed, ook van de natuurwinkel is nieuw, zag ik. Die kon ik niet laten staan. 100% natuurlijke deodorant. Nou, het is ja, salt of the earth staat er. Nou, er zitten lavendel en vanille in. Ik heb het geroken. Heerlijk gewoon. Echt no white marks. Made with organic aloe vera. Not tested on animals. Suitables for vegetarians and vegans. 100% natural ingredient. Long lasting protection. En fresh natural fragrance. Dus natuurlijke geuren. Nou, ik vind hem echt heel lekker. Ik rook hem. Ik dacht, het helemaal verliefd. Die moet ik ook thuis hebben bij mijn collectie. Goed, daarna ben ik naar de Marskramer geweest. Nou, Marskramer dus, daar heb ik dus ook deze lichtjes gekocht. Want zij hadden uitverkoop, leegverkoop. Nou, heb ik dit knolletje gekocht, zeg maar. De touw is altijd handig, vooral voor creatieve mensen. Bindtouw, noem maar op. Nou, die had ik ook voor 60 cent en die is ook afgeprijsd. En daarna kon ik ook niet laten. Van de Hema heb ik van die glazen kopjes gekocht voor mijn espresso, voor mijn Dolce Gusto. Want ik vind het altijd hartstikke leuk als ik mijn Dolce Gusto apparaat gebruik, dat ik ook gewoon de koffie zie. Want ik vind dat het zo mooi. Klinkt misschien raar, maar dat de koffie gewoon erin loopt en dat die zo mooi kleurt. Van ja, donker tot licht. Ja, of van licht tot donker. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja, ik drink er ook gewoon lekker mee, zeg maar, van deze kleine kopjes. Goed, daarna heb ik, ja, van de Marskramer weer. Gigantische uitverkoop. Nou, ik ben er zo blij mee. Dit is echt de klapper van alles. Dat is de pan. Ja, moet je kijken. Hartstikke mooie pan. Hartstikke leuk voor mijn vlogvideo's, voor mijn kookvideo's. En deze waren, even kijken, €10,99. En daar gaat 50% af. Omdat het nogmaals leeg verkoop was. Dus die kon ik echt niet laten liggen, zeg maar. Dus die leg ik hier even neer. Nou, naast de grote pan hadden ze ook een ietsjes kleinere pan, zeg maar. Nou, dat is deze. Die is ietsjes kleiner. Het is best wel schattig. Nou, die is €10. Nou, die is ook 50% afgeprijsd. En ja, hartstikke leuk. Hartstikke handig. Voor, ja, voor kleine gerechtjes. Die grote pan dan voor de soep. Ja, weet je, ik vind het gewoon een klapper. Ik vind het gewoon een topper. Nou, ik heb me voor de rest, ja, ingehouden. Ik had nog andere kleine dingen. Maar die heb ik al gebruikt net. Dus dit zijn de spullen.
Nou, nogmaals, ik ben er blij mee, laat ik het zo zeggen. En ik wens jullie verder hele, hele fijne feestdagen. Geniet ervan. Met familie, vrienden en kennissen natuurlijk. En deel de video mocht je vinden dat er bepaalde dingen tussen zitten die iemand moet weten. Deel de video dan. Voor de rest ben je geen abonnee. Abonneer je dan gratis en voor niets natuurlijk op vegangloss.nl. Zodat je natuurlijk video's van mij kan krijgen. Tips en tricks, vlogs, kattenvlogs, vegan recepten, noem maar op. Nou, dan zie ik jullie weer de volgende keer. Dag!